Vandaag in de gevaarlijkste plekken van Nederland. Mensen anticiperen veel te laat op een bestaande situatie. Zien in één keer dat ze eraf moeten. Deze week kijken we naar de top 5 gevaarlijkste snelwegen in Nederland. Op nummer 5 staat het deel van de A2 bij Den Bosch. Vanaf knooppunt Hintham tot aan de Maasbrug werden in 2016 87 ongelukken geregistreerd. Vooral bij knooppunt Empel gebeurden veel ongelukken. Een van de oorzaken kan de ingevoerde kilometerheffing zijn in België, waardoor dit een drukker punt is geworden. Nummer 4, de A20. Op deze noordelijke ringweg van Rotterdam vonden in 2016 88 ongelukken plaats tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. Vorige zomer waren zelfs 2 ongelukken vlak na elkaar met meerdere gewonden, waarbij ook de traumahelikopter ingezet moest worden. Straks de rest van de top 5 stukken snelweg met de meeste ongelukken. We leggen met elkaar bijna 100 miljard kilometer af op de weg in de auto. En het is dus niet verwonderlijk dat er wel eens iets fout kan gaan. De Stichting Incident Management Nederland houdt bij welke stukken weg er gevaarlijk zijn. En dat geldt met name voor de snelwegen. Al sinds 2013 staat een stuk van de A10, de Ring Amsterdam, bovenaan de lijst met de meeste ongelukken. Op de Ring Oost vonden in 2016 tussen het uitgaan van de Zeeburgertunnel en knooppunt Amstel maar liefst 125 ongelukken plaats. Wat maakt nou de ene snelweg gevaarlijk ten opzichte van de ander? Het heeft vooral te maken met verkeersintensiteiten, het aantal op- en afritten. Dus dan krijg je veel weefbewegingen, noemen we dat. Dus nou ja, je kent het allemaal dat je ergens rijdt en dat er dan een autootje voor je invoegt. En dan wordt het ruimte kussen, dus dan krijg je minder ruimte tussen de auto's. Dat maakt het een beetje link en voor je het weet gaat het dan mis. Ja, dus het zit hem niet eens zozeer in te hard rijden. Het gaat hem vooral over heel veel transacties over elkaar heen. Ja, dat klopt inderdaad. Hoe meer rijstroken je hebt, hoe meer daarin bewogen wordt, hoe gevaarlijker. En dat is een relatief begrip hoor, want we hebben in Nederland echt wel bijna de veiligste snelwegen van Europa. Ja. Maar relatief, ja, hoe meer er geritst moet worden, ja, hoe linker het wordt. Op het moment dat je dan weet van dit is toch een weg waar meer gebeurt dan het gemiddelde. Wat voor acties komen daar dan uit voort? Ja, dat komt vooral vanuit Rijkswaterstaat of vanuit de overheid. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de A4 bij Leiden geweest. Die hebben ze verbreed in 2014. Daar zat een extra ritspunt in en daar gebeurde ontzettend veel ongeluk. Ik geloof dat we in 2015 plus 50% kregen ineens. Ja. Dat gaan ze nu aanpakken. Ze hebben het een heel stuk verlegd eerst en nu hebben ze toch besloten om het hele ritspunt eruit te halen. Want ja, komt de doorstroming natuurlijk niet echt goed. Het zijn geen enorme aanrijdingen, geen ongelofelijke ongelukken. Maar het zijn wel heel vervelende kopstaartbotsingjes. Ja. Die hele lange files veroorzaken op een van de drukste snelwegen van Nederland. We hebben de snelwegen, mm-hmm, dat is de infrastructuur, maar we hebben ook het gedrag van de automobilisten. Zeker, ja. Als jij daarnaar kijkt, de trends van de afgelopen jaren, wat baart jouw zorgen? Nou, toch de smartphone en natuurlijk, dat is gewoon zo. Dan kunnen we, hoe je het ook went of keert, zie je gewoon dat er veel ongelukken daaraan gerelateerd zijn. En ook andere linker situaties. Je kan het niet helemaal hard maken nog, want het is moeilijk om die cijfers rond te krijgen. Maar het feit dat er zoveel mensen onder rode kruisen doorrijden en het loopt bijna parallel aan de opkomst van de smartphone. Het is secondenwerk soms ook maar, toch? Zeker, het is secondenwerk. Ja. En ja, als je net eventjes op je app zit te kijken en er remt iemand voor je, dan zit je erop. Straks spreek ik Telegraaf-verslaggever Gijsbert ter Maat, een expert op het gebied van verkeersveiligheid. Maar eerst verder met onze top 5. Op nummer 3 staat de A16 door Rotterdam. Vanaf knooppunt Ridderkerk tot aan Terbrechtseplein vonden in 2016 103 ongelukken plaats. Afgelopen november overleed hier nog een vrachtwagenchauffeur na een aanrijding met een andere vrachtwagen. En op nummer 2 de A12 bij Gouda. Op het stuk snelweg langs deze Zuid-Hollandse stad vonden in 2017 maar liefst 117 ongelukken plaats. Door de splitsing van de weg richting Rotterdam en Den Haag wisselen veel mensen op het laatste moment nog van rijbaan, wat voor veel ongelukken zorgt. De ringweg A10 rond Amsterdam staat al jaren bovenaan de lijst van gevaarlijkste snelwegen, met in 2016 125 ongevallen. Samen met verkeersexpert Gijsbert ter Maat rijd ik het traject om erachter te komen waarom nou juist hier zoveel ongevallen zijn. Je ziet het hier al een beetje gebeuren, Wilson. We draaien nu vanuit Diemen de A10 op. Aan de andere kant kan je ook meteen de A1 op. Nou, je ziet het al, je moet een aantal rijstroken passeren. Wil je de juiste route hebben naar Zaanstad? Nou, nu is het heel rustig, maar normaal gesproken is het hier echt file rijden. Nou, en je snapt als je dan van rechts helemaal naar links moet, dan gebeuren er ongelukken. Te kust en te keur. En vaak is het probleem dan ook nog dat mensen met andere dingen bezig zijn. En die telefoon die is niet uit je handen weg te slaan. Ja, dan is het helemaal het eind zoek en is het hier schering en inslag met ongevallen.
Nu is de hele ringweg rond Amsterdam een drama eigenlijk voor de automobilist. Omdat je zo verschrikkelijk vaak te maken hebt met in- en uitvoerend verkeer. En ja, dat is de grote boosdoener wat de ongeluk betreft. Als jij naar de boosdoener kijkt, is dat dan de verkeerssituatie, de infrastructuur, of is dat de automobilist zelf? Nou, het is de automobilist zelf, denk ik. Kijk, er wordt vaak veel en veel te hard gereden. Mensen anticiperen veel te laat op een bestaande situatie, zien in één keer dat ze erover moeten. Kun je er nou nog heel veel aan doen om dit stuk veiliger te maken? Nou, ze hebben het geprobeerd bij Amsterdam-West. Daar is een traject waar je maar 80 km per uur mag. Nou, je ziet daar wel minder ongevallen plaatsvinden dan hier aan de oostelijke zijde. En waar je gewoon 100 mag rijden. Maar of dat nou de oorzaak is van de ongevallen, ik blijf het gewoon vinden dat mensen gewoon te laat en niet voldoende anticiperen op de afslagen. En veel te laat hun route kiezen. Ik heb ook het idee dat we ook veel meer ruimte zelf nodig hebben. Dat we minder geneigd zijn rekening te houden met elkaar. Ja, het is een beetje het landje pikken. Misschien dat idee van jongens, die weg die behoort mij toe. Ik betaal mijn wegenbelasting en ik heb gewoon recht op het stukje asfalt en ik ben niet van plan dat af te staan aan jou. Ja. Terwijl er gewoon hele duidelijke regels zijn in het verkeer. En als iedereen zich daaraan houdt en elkaar de ruimte geeft, ja, dan heb je het minste last. Kunnen Nederlanders goed rijden? Nou, in vergelijking met de rest van Europa doen wij het niet slecht. Nee. Maar toch is het nog wel zo dat de verkeersveiligheid, de cijfers nog steeds schrikbarend zijn. Een aantal jaren geleden hadden we 580 verkeersdoden in het verkeer. Nou, dat is 2 jaar geleden gestegen naar 621, vorig jaar 629. En ik vrees met grote vrees dat het dit jaar boven de 700 uit gaat komen. Want je ziet gewoon die smartphone in het verkeer. Daar komt het toch elke keer weer op terug. Ja, hè? Absoluut. Ik blijf daarover zeuren. Maar dat levert gewoon gigantisch veel ongevallen op. En ja, de verkeersdeskundige onderzoekers zijn er allemaal over eens dat we dit jaar vrezen wij de 700 gaan aantikken. Ik ben benieuwd of mensen die hier vaker rijden deze gevaarlijke situatie herkennen en spreek hier een aantal automobilisten over. Ja, er zijn wel de inhaalmanoeuvres en de mensen die rare acties doen of snel rijden. Ik ben er net nog heen, ging er met een noodvaart ging er voorbij en denk van nou, dat hoort niet natuurlijk. Ja, op een gegeven moment kom je daar ook van 3 naar 6 stroken komen bij elkaar en dan moet ik van de linkerstrook helemaal naar rechts toe. En dat kan gevaarlijk zijn, maar dat heeft niks met de weg te maken. Ik denk meer met het gedrag van de mensen die erop rijden. Dat is mijn idee, want als je kniplicht uit doet, dan wil je invoegen, maar je krijgt niet de kans om in te voegen. Of de mensen laten je niet invoegen, want ze hebben op hun manier allemaal haast. Dat is mijn idee erover. Regelmatig smartphone gebruiken en dat zou een van de oorzaken kunnen zijn dat het gevaar oplevert. Ja. Maar ik maak mezelf daar ook wel eens schuldig aan, moet ik eerlijk bekennen. Deze week hebben we het over de top 5 gevaarlijkste stukken snelweg. Op 5 staat de A2 richting het noorden bij Den Bosch. In 2016 werden hier nog 87 ongelukken geregistreerd door de Stichting Incident Management Nederland. Op nummer 4 vinden we de noordelijke ring van Rotterdam, oftewel de A20. Van Kleinpolderplein naar de Terbrechtseplein vonden 88 ongevallen plaats in 2016. Op nummer 3 wederom Rotterdam, maar nu de A16. Vanaf Ridderkerk tot aan het Terbrechtseplein werden 103 ongelukken gemeten. Op nummer 2 staat de A12 bij Gouda. Op het stuk bij de afsplitsing naar Den Haag of Rotterdam werden in 2016 117 ongelukken geregistreerd. Maar bovenaan de lijst staat al jaren de ringweg A10 bij Amsterdam. Vanuit de Zeeburgertunnel tot aan het Amstelplein vonden in 2016 125 ongelukken plaats. Volgens Gijsbert ter Maat en de VID zijn de oorzaken van de vele ongelukken op de snelweg het gebruik van de smartphone en de vele in- en uitvoegmanoeuvres. En als ik zo de cijfers hoor, is het belangrijk dat wij met z'n allen goed ons hoofd erbij gebruiken als we achter het stuur zitten.